Vroeger was Amerika het land van de onbegrensde mogelijkheden. Tegenwoordig is het meer het land van de begrensde mogelijkheden. En dat geldt ook voor de motorverkopen. Indien had vorig jaar 1% groei in Amerika tegenover 46% in Europa. Nou, het zijn ook niet gek bij Polaris die denken, we gaan uitbreiden. We nemen andere modellen en een beetje Europese modellen het liefst. Nou, dit is daar het eerste voorbeeld van, de FTR. En Europees is die. Dit heeft helemaal niets meer te maken met de Amerikaanse bakkers zoals je die verwacht. Die brede tourfietsen. Nee, dit is echt een ontzettend leuke sportieve fiets. En het is allemaal begonnen met dit blokje. Dat zat ook al in de Scout. En daar was het eigenlijk al te leuk voor. Het had niet dat roestige, knoestige, bonkerige van een Amerikaanse V-twin. Maar het liep heel soepel, heel mooi tot hoog in de toeren. En daar was het eigenlijk al te mooi voor dat blok. Nou, dat hebben ze begrepen. Ze hebben het blok alleen nog maar mooier gemaakt. Het heeft nu geen 96 pk meer, maar 123. En het barst van het koppel. Dus dit is echt de stervende show. Die rol moet hij wel delen met het uiterlijk. Want er is werkelijk helemaal niemand die hem niet mooi vindt. Hij is duidelijk gebaseerd op een flattrekker. En dat hebben ze ook. Ja, dat zit er echt ontzettend mooi in. Bij de prototypes dacht je nog van, ik hoop dat het origineel straks een beetje knap wordt. Nou, dat is die geworden. Dus ja, hulde voor Indien. We hebben gereden hier. Met hier bedoel ik California, Malibu. En dat is geen Route 66. Dat zijn geen eindeloze wegen rechtdoor. Maar dat is Eifel, Sauerland, Ardennen, alles bij elkaar. Prachtige bochtige wegen zijn het. En dat gaat maar door. En ik had altijd het idee dat achter elke bocht in Amerika een politieagent zou staan. Met een lasergun en een taser om van je fiets af te schieten als je te hard ging. Nou, dat is hier niet het geval. Dus we hebben echt lekker gas gegeven. Dat kon je ook wel aan de voorrijder overlaten. Dus dat ging heel erg prettig. Ging lekker op tempo, moet ik zeggen. Dat was heel fijn. En dan geeft deze fiets ontzettend veel vertrouwen. Wielbaas is vrij groot. Hij heeft een 9-inch voorwiel. Geometrie is behoudend. Maar hij heeft ook dat hele brede stuur en een heel smal achterbandje. Een 150. Waardoor hij toch heel makkelijk instuurt. Ja, en dan blijft het feesten. Het klinkt zo plat. Maar dat is het eigenlijk wel. En het blok, dat trekt van onder tot boven. Dat is, ja, nogmaals, het blok is de ster van de show. Versnellingsbak vond ik een beetje stroef. Ik zou ook wel een quickshifter willen hebben. Zo sportief is het rijden. Het is hier echt achter elkaar aanknallen. En als je een keer verkeerd stuurt, nou, normaal heb ik dan de pleuris in. Nu is het alleen maar lachen, want je legt hem nog een keertje schever. Of je stuurt anders in. En het is eigenlijk alleen maar lol. Dus als stuurfiets heeft hij zich wat mij betreft bewezen en het blok al helemaal, het uiterlijk ook. Ja, nadelen. Ja, wat ik al zei, de versnellingsbak kan iets beter. Maar echt heel veel dingen heb ik niet qua nadelen. Nee, sorry. Of ik moet ze vergeten zijn in de euforie, dat zou kunnen. Indien maakt niet één, maar drie modellen. Je hebt de FTR. Dan heb je de FTR S en dan de FTR S race replica. Daar sta ik nu bij. Die heeft Acra, rood frame en de kleuren van de flat track racer. De FTR, de gewone FTR 1200, heeft een gewoon dashboard. Is de vering niet instelbaar. De S heeft een mooi TFT dashboard. Heeft voor en achter volledig instelbare vering. En heeft vooral een heleboel elektronica. Bochten, ABS, tractiecontrole, wheeliecontrole, ook al mogen ze dat niet zeggen. En het fijne aan die elektronica is, daar merk je geen zak van. Je ziet geen irritante oranje lampjes flikkeren. Helemaal niks. Want je voelt het niet ingrijpen. Dus dat is heel erg fijn. Eindig ik met de prijzen. Die moet ik even opzoeken, want ik weet ook niet alles in mijn hoofd. De gewone FTR. Dat is dus niet deze. Kost €17.190. De S is €18.890 en deze hier is €19.290. Nou, ik denk zelf dat de S het meest gaat verkopen, dat denken ze bij Indien ook. Daar denken ze dat ze meer dan drie kwart van het ding gaan verkopen. De gewone FTR is nog wel in de A2 versie verkrijgbaar, dus dat maakt hem wel uniek. Maar voor de S denk ik inderdaad dat de meeste mensen voor de S zullen gaan en ik geef ze groot gelijk. Hoe deze flattrekker zich in het platte Holland gaat houden, dat weet ik nog niet. In het hele bochtige is die leuk.
Op het rechte eind was die ook stabiel en strak genoeg. Maar ja, volgens mij ga je ook vermaken in Nederland. Dus vermaken zou ik zeggen.